mensen! En ik ben met Rovi hier in haar kamer. En we gaan wachten, want over 7 uur worden we opgehaald met de auto. Dan is het 6 uur in de ochtend. Oh, reken maar uit. Het is 4 uur in de ochtend. Oh, het is als 4 uur in de ochtend. En dan gaan we naar Disneyland voor 4 dagen. En dat wordt heel vet. Ik ga voor het eerst namelijk in de studio's. En Rovi gaat er gewoon voor het eerst heen. Naar heel het park en alles erop en eraan. En we gaan natuurlijk de nieuwe Ratatouille checken. En jullie gaan alles gewoon zien op de video's. Jullie gaan onrijd zien van attracties. Kortom, het wordt fantastisch. Yay. Rovi is heel enthousiast. Het is een beetje donker. Maar we hebben het net gehaald, de bus. Ik heb een sprintje getrokken, want ik had zoiets van, ja, dat is hem waarschijnlijk. En we stonden verkeerd. Omdat ik vond het ook een beetje raar aangegeven. En we hebben het gehaald. Het is een beetje donker, ik weet het. We zitten nu in een heel klein busje. Kijk. Het is een heel klein busje. Nou, inmiddels zitten we in Antwerpen. Antwerpen, ja, we zitten in België. En we gaan genieten van het theetje. Het is even 3 kwartier pauze en dan gaan we weer door naar Frankrijk. En daar hebben we ook nog weer 1 kwartier pauze, geloof ik. Dus ja, we gaan even genieten. We zijn in de bus. In de grote bus, al heel lang. We zijn binnen 1,5 uur in Parijs. Bij het hotel. Bij het hotel, ja. Daarna moeten we nog met de pendelbus. Nee, nou, we zijn eerst uitladen. Binnen 2 uur zitten we al in het park, denk ik. Zoiets. Denk je al zo snel? Ik denk het wel. Hallo mensen, we zijn hier. Met Rovi natuurlijk. En we hebben een hele lange reis gehad. En we zijn nu bij de ingang van de studio's. Kaartjes heb je daar? Normaal. Ik heb de kaartjes. Don't worry. Je hebt geen zorgen. Zorg maar dat je geniet. We zijn helemaal in de Disney-stemming. We gaan naar de studio's. We hopen natuurlijk dat het niet druk is. Het is een beetje een sombere dag, maar het zou wel goed weer worden. Dus ik ben heel benieuwd. En Rovi gaat het voor het eerst zien. Ja. Het is heel rustig, gelukkig. Echt heel nice. Zo, en aangekomen in het park was eigenlijk maar 1 doel. En dat was naar de Ratatouille. Ik heb trouwens een heel mooi boek gemaakt. Vincent en Rovi in Disneyland Parijs. Met een heel mooi tekstje achterop. Je mag het lezen. Disneyland was een geweldige tijd. Door dit boek neem ik nog geen afscheid. Een aantal magische foto's die we hebben geschoten. Daardoor zie je hoeveel we hebben genoten. We keren nog wel eens terug naar de magie. Neurien we de It's a Small World Melody. Anders dromen we nog wel eens van die mooie tijd. Want die leuke herinnering wil ik niet meer kwijt. Nou, het boek is heel gaaf, want dan zien we dus foto's. En we zijn dus eerst naar de studio's gegaan en vervolgens naar de Ratatouille. Ik vroeg nog aan die vrouw die de karretje bediende van Ratatouille. Die had ik zo gevraagd van waar is de tracker, of waar is de baan? En op een gegeven moment, zo daar even heen. Ja, die was er gewoon niet. We hebben Ratatouille gedaan. Wat vond jij ervan, Rovi? Ik vond echt heel gaaf. Hij was niet normaal. Voor echt een Disney-attractie, inderdaad. Echt. Rovi's eerste Disney-attractie, Ratatouille. Fantastische attractie. Ik kreeg kippenvel. Ik hoop Rovi ook. Ja joh, echt leuk. Echt super. We hebben wel lang gewacht, 50 minuten. Het is echt best wel druk in het park. Ik had het niet zo druk verwacht. En nu gaan we naar de Crush Coaster. Lijkt me wel echt een heel fantastische rijd. Ja, als ze niet te vol is. Als ze niet te vol is, inderdaad. In mijn ogen vond ik de Crush Coaster een beetje tegenvallen, omdat hij was wel mooi gethematiseerd, maar hij was ook weer een beetje te weinig gethematiseerd. Het was wel een hele gave layout, een hele fantastische achtbaan en ik snap ook eigenlijk waarom er altijd een rij staat van meer dan 1 uur. Maar we hebben hem gewoon als 2e attractie gedaan en ja, het was gewoon wel een plaatje om het zo te noemen.